Hallo allemaal, ik ben Flushing Spree van Dutch Gamers United en ja, ik ga proberen nogmaals mijn let's play van Alice: Madness Returns voor te zetten. Ik heb een beetje problemen gehad en ja, een paar minuten footages denk ik gedelete geweest, dus nu zit ik iets verder. Zoals je ziet, ik heb nog maar 1 wapen unlocked, een vorpal blade denk ik dat het noemde. En ja, we zullen wel zien hoe het nu verder gaat. Leveren. Kijk, nu de peppergrinder. Zoals je ziet, een sexy beest voor mij. Ah, de combat gaat echt heel vloeiend. Ze hebben het heel mooi gemaakt, vind ik. Oeh, een vliegend varkentje, of ja, toch een neus. Die moet ik blijven hebben voor... geen idee waarvoor, maar daar zullen we nog wel achter komen zeker. Of dat moest ik net lezen. Oh ja, helemaal vergeten. Dit heb ik ook unlocked. Dat is een shrink dingetje. Daar kan ik onzichtbare dingen mee zien. En in geheime doorgangen gaan ofzo. Voor de rest weet ik eigenlijk niet wat. Ah, kijk, hier. Voor wat juist dient, geen idee, maar. Butterflies! Thank you so much for the snout. Now go away. Oké. Ik wil me trouwens ook verontschuldigen mocht ik wegvallen hier en daar. Dat komt omdat ik mijn live commentary zet en mijn push to talk werkt soms een beetje tegen, dus... Ah, oké. Die dingen unlocken dat dus. Huh, oké dan. Nog een varkentje. Ik vind het een klein beetje jammer dat ze geen optie hebben gegeven om een wapenselectie te doen. Je moet bijvoorbeeld al een aanval doen om gewoon een mes te selecteren. Het zijn maar kleine details, maar... had het spel iets vloeiender gemaakt. Oh yeah! Zullen weer poppenmannetjes komen zeker? Erg sterk zijn ze niet, maar ja. Huh? Die zijn er gewoon puur om irritant te doen, blijkbaar. Het zag er al zo verdacht uit. Ik heb wel een paar van die flesjes gekregen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik ermee moet doen. Ziet er echt perfect veilig uit. Oh, ik faal nu al. Oei, oei. En alweer. Moet ik iets verkeerd doen? Ah, voilà, hè. Nog meer monsters.